Hey mensen, goedemorgen en welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Top dat jullie weer kijken. Ik zie dat iets veranderd is. Ja, dat klopt. Ja, er waren wat oplettende kijkers en die zeiden, ja, dat kan helemaal zo niet met je rem, want je rem zit nou aan de verkeerde kant. En dat klopt, want het rempedaal zat hier, die zat naast de koppeling. En ja, dat werkt zo natuurlijk niet, want je geeft gas in je rem met je rechtervoet en dat is hier. En je ziet het, we hebben de rem al naar hier toe verhuisd, dus het is alweer opgelost. En ja, we waren er allemaal over nadenken, hoe is dat nou misgegaan? Nou, dat kan ik vertellen. Dat komt omdat we eigenlijk de hele tijd zijn uitgegaan van de standaard pedalenbox. Dat was deze unit. En hier hebben we dus inderdaad de koppeling en de rem, die zitten daar naast elkaar. Maar ja, dat is natuurlijk logisch, want bij een gewone personenwagen, dan zit de gas zit er ook meteen naast. Dus dan heb je je rem en je gas naast elkaar zitten. Maar ja, die hebben we door midden, tenminste het gaspedaal, die hebben we naar de andere kant verhuisd en dit hadden we daar gezet. Maar ja, dat gaat dus natuurlijk niet. Dus, ja, maar ja, gelukkig, het was niet zo moeilijk, want hier zat gewoon het doorlopende buisje even afgestoken, daar vastgelast. En nou hebben we de rem en de gas naast elkaar, dus nou is het goed. Ja. Oké, okay, goed verhaal. Goed verhaal, hè? Ja, precies. Het is wel heftig voor op deze maandagmorgen, hoor. Man, man, man. Ja, je vindt het al gauw heftig op maandagmorgen. Zwaar nieuws, inderdaad. Ja, het is... Ik vond dit veel zwaarder nieuws hier. Waar we de luchtfilter nou gaan wegboetseren, hè? Dat was nog even iets anders. Maar hoezo? Er zit nu toch een luchtfilter op? Deze? Ja. Man, man, man. Dirk, jij met je slapge ouwe hoer. Oh. Dat hebben we het werk natuurlijk niet. Waarom zet je hem niet gewoon bovenop het dak? Ja, sowieso. Ja, in ieder geval... We hebben wel een soort zonnepaneel. Kunnen wel, even een dolwaardig, heb je ook een beetje een dak. Ja, je moet er wel een dolwaardig maken. Ja. Ja, die zat natuurlijk oorspronkelijk daar, maar dat gaat nou niet meer. Want dan moet je hem ook onder de stoel zetten. Een pad met alles, ja, nee, maar ja. We moeten dadelijk even de stoel erin zetten, even kijken waar die kan. Maar eigenlijk het beste is gewoon binnen de kooi wel. Zo dan, denk ik. Even met de inlaat een beetje zo. Ja, dan kun je hem beter naar boven doen, dan heb je alweer meer. Ja, maar dan regent het erin. Dan moet je er ook een klepje boven maken. Ja, dat is ook zo. Ja, het is wel beter, dan heb je wel meteen... Al lijkt net zo'n olifant. Nee, niet jij. Maar normaal. Pizza kop. Hey, Als dit nou gewoon allemaal afgelast is, dan kunnen we die stoelen er eigenlijk gewoon inzetten. Hè? En dan kunnen we die. Kunnen we even kijken wat we kunnen met de filter. Maar moet nog een beetje meer gelast. Ja, dat moet natuurlijk niet hebben dat heel de boel afbreekt daar. Oh ja, hier is wel nog. Nee, dat is volgens mij wel vast, maar aan de andere kant nog. Ja. Ja, deze is hier nog niet afgelast hoor. Dat is alleen maar gehecht. Ja, vandaag moet hij rijden. Dat is het streven. Hè? Dat moest eigenlijk vrijdag al, alleen... Maar we willen eigenlijk de laadbak er ook nog even op ruppelen. Ja, dat klopt. Dat zou eigenlijk wel, zou wel moeilijk zijn. Dat lukt wel. Oké, okay, laten we niet te veel kletsen. Oké, hij belt zijn tubes, ja. Yeah. Zo. Eens even kijken of we nog materiaal hebben voor een spatbordje van te maken. Ik denk dat dit te weinig is eigenlijk. We hebben toch een hele grote plaat staan daar? Ja, die is best wel lomdik hoor. Dat is echt 2 mm of zo. Oh. Terwijl dit is eigenlijk echt iets over niks te houden. Die echt wel tot het eind van je stoel komt. De stoel zit tot hier hè. Ja, er moet daar een hap uit, zeg maar. Dat haakse kastje moet ook nog even beter vast. Dat is wel fijn, ja. Als die een schoortje tussen. Ja. Ja, het begint al een beetje als een vrachtwagen uit te zien. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Want we zijn hier bezig voor een project voor OOC en Rij Carrosserie NL. En dat is een vereniging. En die houdt zich bezig met carrosseriebouw in Nederland. Er zijn een heleboel carrosseriebouwbedrijven bij aangesloten. En dat zijn bedrijven die maken dus opbouwen voor vrachtwagens en ook voor trailers. Dus als jij nou ook zin hebt om te werken aan vrachtwagens, dan moet je vooral even kijken in de link in de beschrijving. En dan kan je ook nog een modelletje aanvragen. Zo met blik waar je kunt vouwen.
kun je je eigen vrachtauto onderstel maken, zoals wij nou ongeveer hier hebben staan. En ja, daar kun je dus je eigen carrosserie, hè, dat is dus de laadbak en alles wat erop moet komen, die kan je dan zelf erop knutselen. En ik geloof dat je ook nog een prijsvraag of zo hebt daar. Dus ik zou zeggen, check vooral even de link en ja, wie weet, ga aan de slag in de carrosseriebouw. Ik ben even een extra watervatje erin aan het knutselen. Want de oorspronkelijke vuldop die zat dus daar. Dat is precies waar onze stoel ook komt. Dus we kunnen hem daar wel langs vullen. Alleen dat is niet zo handig als je ergens staat en er zit niet genoeg koelvloeistof in. En je moet noodgedwongen uit een sloot ergens water scheppen en erin doen. Ooit gebeurt dat wel eens natuurlijk. Het is niet handig als je dan een stoel weg moet schroeven. Dus ik ben nou even een watervatje hier aan het boetseren. Ik heb een paar steuntjes gemaakt. Die ga ik hier aanschroeven. Las hem daar gewoon aan. En dan komt deze. Vanaf deze ga ik met een slang naar een waterkanaal. Dat heb ik hier al gemaakt. Die ligt daar, ligt af te koelen. Ik heb net gelast. En dan deze die sluiten we aan bij de kachelslangen. Maar het is natuurlijk belangrijk dat het watervatje het hoogste punt is van het koelsysteem. Want anders dan blijft er ergens lucht achter. Waar je ook op moet letten is natuurlijk dat je ja, hierboven in die radiateur, daar blijft natuurlijk lucht in staan als je hem langs het blok vult. Want die lucht die kan hier niet weg. Dus daarom heb ik hier een slangetje. En die komt hier aan het bovenste waterkanaal. Dus als je hem dan vult, dan gaat die lucht langs hier weg naar die in het vatje. En dan kan je hem helemaal vullen. Dus kijk, daar ligt de waterkanaal. Hier. Met een klein aansluitingje. Ja, Dirk is ondertussen bezig met kabelboom. Ja. Ik denk dat we bijna kunnen testen. Maar kunnen we bijna rijden, ja. Ik heb net een schetsje gemaakt. Hier ligt hij. Kijk hier. Oh, vakkundige schets, hè. Ik heb even gauw een fotootje gestuurd naar Staaltje Vakwerk. Dus als het goed is, kunnen we dadelijk die plaatjes ophalen. Kunnen we die spanborden hier dichtmaken ook. Ik ga het bellen als we de... Hij bericht wel. Wat een ziek idee. Kijk aan. Zo snel. Een paar spatborden. Dit is voor hier, hè? Ja, goed, een paar hapjes eruit halen nog. Nee, dat is goed, hè? Ja, dat ziet er goed uit. Deze kan pas beter. Ja, die kan er gewoon helemaal over. Oh, dat is echt van blank plaat wel. Ja. Prima, toch? Jot. Ja, dat is goed. Spatborden. Zo. Ah, daar ben je weer. Jij bent druk bezig met de edit natuurlijk, voor de hoofdvideo. Ja. Wij werken ondertussen ook door. Ja, het koelsysteem is eigenlijk helemaal opgebouwd. Ik wilde zeggen in orde, maar is nog niet helemaal in orde. Kijk daar. Allee, de radiateur is een beetje lek. Daar hadden we al wel een beetje rekening mee gehouden ook. Hij kan er ook nog uit, maar dat gaan we niet meer doen voor de testrit. We vullen hem gewoon helemaal vol en dan kunnen we een stukje rijden. We moeten in de gaten houden dat we hem niet helemaal droog rijden. Kijk, hier... hebben we een slangarmbol aangekoppeld. Oh! Oei! Ja, hier wat ik zei, hè. Kijk, hier hebben we het bovenste waterkanaal. Heb ik hier een knietje gemaakt met daar een kleine aansluiting aan. Die gaat naar de bovenste aansluiting van het tankje. De onderste aansluiting die gaat hierbij aan de originele kachelslangen. Ja, één nadeeltje is dat hij pompt rond door die kachelslangen op het moment dat de thermostaat nog dicht is. Dus dan zou je wel eens een beetje druk op het tankje op kunnen bouwen van het circuleren. Maar ja, dat is even met veel moeten rekening houden. Als je de motor laat lopen, zal het waarschijnlijk het niveau stijgen. Maar ja, er komt toch een dop op. Dus dan maakt het zich niks uit. Ja, ondertussen zijn we hier bezig om de brandstoftank door te spoelen.
Dat is gerecyclede diesel. Het is echt oude zut eigenlijk. Die is niet meer goed genoeg om op te rijden. Maar het is wel goed om even te spoelen. Dus ik heb de slangen helemaal omlaag hangen. Daar diesel in gegoten. Dus dan laten we hem even doorspoelen die tank. Dan komt alle rotzooi die erin zit, die komt ermee uit. Kunnen we straks goede diesel in doen. Slang even aankoppelen eerst natuurlijk. Het brandstofsysteem is dadelijk ook in orde dus. Ja, ondertussen heeft Dirk deze nog gemaakt ook. Tenminste, wat heb je allemaal gemaakt, Dirk? Ja, eerst heb ik de kabelboom even tijd. Oh ja, de kabelboom in orde gemaakt. Nog een paar massapuntjes. Ja, dus elektrisch is hij ook goed al. Ja, een schakelstangetje nog hier. Ja, dus deze van de tussenbak. Hier zijn allemaal sporen gemaakt. En dat is ook fijn. En toen was ik nog bezig met de plaatjes. Ja, hey, kijk, dat zijn de plaatjes die ik net eventjes heb laten maken. Die worden er zo ingeknutseld. Hè? Dan hebben we toch een beetje een soort van spatbord over het voorwiel. Dat is wel prettig. Dan heb je niet gelijk heel je kleren onder de rotzooi hangers door een plas rijden. Ik ben benieuwd. Hij moet het zo meteen doen dan. Ja, we zijn ver klaar nu. Mooi. Even je boterhammen eten. Daarna test rijden. Hoeveel werk nog? Ja, ik denk nog een uurtje. Zoiets, hè? Ja. Ja, die luchtfilter, dat is nog even... Oh ja, 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 inderdaad. Dat wil je hem wegzetten? Of dat niet? Huh? Ja, we moeten daar gewoon even stoelen erin zetten. Kun je ook gewoon even zonder luchtfilter testen? Ja, dat is klote. Dan alles slijt en alles valt er recht in, joh. Moeten we gewoon even fatsoenlijk maken. Moet toch. Je moet slang aan dan en dat ding gewoon op het dak dan of iets. Ja, dat is het handigst. Nou, dat is niet het handigst, dat is het makkelijkst. Ja, dat is het handigst dus. Dat is het makkelijkst, handigst. Ja, we moeten even kijken, want ik eigenlijk wil de luchtfilter wel binnen in de kooi hebben, denk ik. Ja, dat kan niet, dan tegen het plafond aanschroeven. Anders rij je eraf. Ja, dat valt wel mee, denk ik. Ja. Hij mag ook met een bocht, hè, dan kan hij weer anders zitten. Dan kan hij zo plat zitten. Ik denk dat we hem gewoon echt gewoon buiten de kooi op het dak moeten zetten. Ja. Ik ben toch niet van kan om op de kop te gaan liggen, denk ik. Nee, ik wil zeggen, ik kan met de boomtak kunnen eraf rijden. Kijk, een kraantje steekt dadelijk ook een stukje uit misschien. Maar die rijden niet af, maar zo'n luchtfilter wel natuurlijk. Dat is wel een degelijk ding hoor. Ja, dat zit goed in elkaar. Oké, laten we... Het is niet zo fraai, maar ja... Oké, doe me dan één plezier. Nou. Deze wel recht dan zo. Dat kan niet, hij zit hier ook schuin in, hè? Oh, echt? Ja, hij zit daar schuin in. Oh. Vind je fijn, hè, Dirk? Stomme Japanners die dit bedacht hebben. Anders zijn geniaal die dit bedacht hebben. Dit zijn nog eens wagens. Ze zijn niet dom, nee, maar ze hadden het wel recht mogen maken. Wel nee. Zo. We willen natuurlijk wel de zescilinder horen. Dat is allemaal gewicht. Dat is weer een boomstam extra die we mee kunnen nemen. Oh, ik heb steuntjes gemaakt. Ja, ah, mooi hè? Ik heb steuntjes gebouwen. Kijk, ze kunnen gewoon niet elkaar en uit elkaar. Dit niveau is echt erg hoog. Let op. Heel hoog niveau. Het gaat steeds hoger. Het is hoog jongen, het niveau. Ja. Oké. Kijk, the problem is, you have to lift him a little bit up. Trouwens, de luchtfilter wat hierin zit, dat niet echt lekker. Nou, dat denk ik ook niet. Die ligt met een rubberen rand daarop. Ja, dat is een lap daar denk ik met zijn rubberen rand. Oh, dik. Dus dan gaan we, nou hebben we eigenlijk al een compromis gesloten dat we die lelijke luchtfilterbak erop gaan zetten. Ja, ik wou er niet op. En dan vervolgens fik jij gewoon dat luchtfilter dat erin zit op. Dat is ook al niet meer goed. Oh, nee. We
Dan kunnen we eindelijk een mooie erop zetten. Ja, regel hem maar één dan. Ik haal hem eruit, ja? Zou ik wel doen? Woe, he's on fire a little bit. Oh, dit is geen rubberen rand. Dat valt mee. Oh, die rubbertje daar. Die moet je dan even eruit pakken. Ja, maar dat gaat niet, je zit gekit. Oh. Je moet gewoon snel lassen, denk ik. Dat denk ik ook dan. Een detail. Ja, we hebben nog een klein detail voor de testrit dadelijk, hè. Kijk, er moet hier dus natuurlijk een laadbak opkomen. En die houdt zeg maar alle slijk tegen van deze wielen. Maar die zit er nou dus nog niet. Dus als we dadelijk een beetje gas geven, dan gooien we onze nekken vol met slijk. Ja, dat is dan weg. Misschien even een stuk zeil daar, gewoon tire rippen zo tegen de achterkant van de kabine. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat gewoon een beetje voorzichtig moeten rijden dan. Nee joh. Ja, maar weet je wat het is? Dan gaan we ons heel mooi nieuw voertuig testen. Dan gaan we met tire rips en zeil dat lelijk maken. Ja. Ja, dan gaan we ons nieuwe voertuig testen en gaan we geen gas geven, want anders dan wordt hij vies. Ja. Ja, ik vind gewoon gas geven en vies worden, dan wordt het erbij. Ja, ik vind het prima. Ik ben vlak bij de douche, dus ik ben zo omgekleed. Ik kijk heel Dirk, doen we. Kijk wel toe. Kijk daar, joh. Bah. Ja. Dat is natuurlijk niet best voor die afdekking. Ah ja, we moeten daar een keer een andere luchtfilter voor hebben. Smells like croquant hier. Ik maak even een Molotov cocktail. Als ze dadelijk ding beu zijn, kun je hem gewoon zo gelijk aansteken. Hè? Ha. Ja, bijna klaar hè. Kijk, ik heb deze steunen er ook nog allemaal afgeslepen daar straks. Die sta ik hier allemaal uit. En ja, we hebben de accubak ook voor zover mogelijk binnen het chassis gemaakt. Er waren mensen die vroegen zich af waarom dat we daar nou deden. Ja, kijk, dat is natuurlijk simpel. Die laadbak die komt dadelijk zo hoog, zeg maar. Hè? Die... Dat is, ja, gewoon een heel stuk van de grond in ieder geval. Alle uitsteeksels die we hier hebben, ja, die zorgen natuurlijk direct afbreuk aan de terreinvaardigheid van ons voertuig. Als je op een gegeven moment over een zandheuveltje rijdt en hij zakt met zijn wiel wat weg, dan zitten hier die lompe uitsteeksels, die toch geen functie meer hebben, ja, die houden de hele zaak tegen. Kijk, zo'n mooi recht glad chassis, dat glijdt er wel doorheen, maar zoiets. Dat is gewoon één groot anker, dus dat hebben we niet nodig. Het is net als een vis eigenlijk. Een vis is ook glad, omdat hij door het water glijdt. En die zwemmen ook nooit zuiver. Die hebben geen uitsteeksels, want als die uitsteeksels hadden, dan ging het niet soepel door het water heen. En die vinnen dan? Ja, die zitten ingeklapt. Nee jongen, daar zijn ze nog maar vooruit gegaan. Allemaal man. Oh, het moment van de waarheid is daar. Het wordt bijna donker, maar we willen toch nog even gauw testen natuurlijk. Dat is hier hoor. Nou, ik weet niet of hij 24 volt gloeit. Jawel, dat heb ik vorige keer ook gedaan. Hij rookt, hij moet daar komen. Ha ha ha.
vast. Ja, we zaten vast. De 4KV doet het niet. Oh, ja, het lijkt erop dat misschien die autolokker die erop zit. Er zitten van die vrijloopnaven op. Ja, en hij heeft gewoon geen voorwielaandrijving. We zaten daar ook al vast, want we hebben totaal geen asdruk achter natuurlijk. We zitten met al het gewicht voorop. Dus ja, hij moet echt wel een beetje gewicht hebben op zijn achterwielen. Wilt hij nou iets klaar kunnen maken? Ja goed, die 4KV moet gewoon werken. Dus ja, ik denk dat we naar huis moeten gaan. Even kijken wat daar aan is. Oké. Ja. De koetjes. Nou, stilte. Ja, we krijgen hem niet meer naar binnen gereden. Hij zit gewoon vast. Moet je kijken. Ja, dat hebben ze al gezien, denk ik. Ja. Ja, dat is niet zo gek natuurlijk, want hij heeft echt totaal geen alsdruk meer natuurlijk. Hij moet wel 4x4 hebben om een beetje van zijn plek af te komen, dit ding. Maar ja, die werkt dus niet. Daar moeten we nog even naar gaan kijken, maar toch valt het niet alles tegen voor een eerste testrit. Ja, remmen werkt, sturen werkt, koppeling werkt gewoon goed. Ja, het brandstofsysteem werkt ook zo op deze manier. Dus ja, de radiateur die lekt nog wel. Daar moeten we nog even naar kijken. Ja, en dan die 4x4. Ja, denk je Dirk? Ja, leuk ding. Wel hè? Ja. Ik vind het wel ruik. Het is goed dat we 6-cilinder hebben. Dat is wel een mooi geluid. Maar net toen we net daar stonden, toen liep je even op 5 cilinders hè? Toen had je het ook gehoord. Nee. Toen deed je het niet helemaal goed. Oh. Toen had je even een tijdje stationair staan draaien en dat vond hij niet zo fijn. Misschien toch nog een beetje bubbeltjes in de diesel. Goed dan. Maar mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.